De Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen, MKMO's, zullen worden ondersteund met een nieuwe platform van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De ondersteuning zal geschieden middels het Surinam's Growth Enterprises Search-programma dat vanmorgen is gelanceerd. Volgens minister Reshma Kuldeep Singh zal het platform oplossingen bieden voor kritische knelpunten door middel van business development services en mede-investeringen. Dit project zal niet alleen een boost geven aan het bedrijfsleven, maar in het bijzonder aan vrouwelijk ondernemerschap en rurale gemeenschap zoals inheemse en Maron gemeenschappen. De voornaamste doelen van het project zijn om het concurrentievermogen, het ondernemersklimaat van Suriname te verbeteren en de verdiencapaciteit te verhogen middels het diversificeren van de economie, maar ook het stimuleren van onze eigen Surinaamse producten. Een onderdeel van het SCSD-project is Search, waarbij minimaal 200 bedrijven, dat u reeds al heeft gehoord, rechtstreeks zullen profiteren van business development support en matching grants voor waardeketenontwikkeling in opkomende industrieën. President Chandrika Persat Santokhi riep de ondernemers op om gebruik te maken van het Search-programma. In de productie van goederen en diensten zal de particuliere sector de hoofdrol hebben. En daar is dan de belangrijkheid van dit programma, want voor die groeifase hebben we nodig investeringen. We hebben nodig veel private investeringen. We hebben nodig public-private samenwerking. En dat is de strategie die we nu op dit moment uitvoeren. En soms is het misschien niet direct binnen jouw scope. Maar ga je niet keren dat er ondernemers daar bezig zijn in hotelketen op te zetten. In fastfoodketen op te zetten. Dat er geweldig bedrijf daar opgezet, een miljoenenbedrijf in de productie van parboiledrijs met volledig export naar Jamaica, met inkomstengenerering en de economische groei. Dat niet ver van ons hier offshore business opgezet worden door bedrijf Kuldeep Singh, met Total Energy, met Shell, met Halliburton. Met een investering van ongeveer 1,9 miljoen Amerikaanse dollars zal er in 5 jaren ruim 36 miljoen Amerikaanse dollars aan sales gehaald worden en zullen er 511 banen gecreëerd worden. In totaal worden in deze periode 84 personen direct ondersteund.